Daar kunnen we vele bekende Nederlanders in terugzien. Naast mijn andere bekende Nederlander, Benny Joling van Normaal. Jullie hebben een liedje geschreven dat gaat een beetje over de geschiedenis van de Achterhoek, hè? Ja, wij hadden geconstateerd dat het, zoals het in de geschiedboekjes voorkomt op de lagere school, dat is niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Dat moeten we een beetje bijstellen. Een beetje bijstellen, ja. Dus jullie eigen Achterhoekse geschiedenis. Ja. Nou, we gaan er eens eventjes naar kijken. Je hebt in ieder geval een fantastisch kostuum aan, dan moet ik zeggen. Hier is hij, Normaals, nieuwste single. De voorman heette Knuppeldik. Wimmers, mars! Oké, jongens, de kloppen, de boots, alles in de olie, rocken! Er was er eens een hoofdman. Die had de leiding van de schutterij. Bescherming der bevolking. In plaats van een kazerne was zijn hoofdkwartier het café. De hoofdman was Knuppeldik. En de ganse schutterij liep er gek hetzelfde mee. De hoofdman had altijd schik. En de ganse schutterij was altijd blij. Toen het land weer aangevallen door de Spanjaard met zijn machtige armee, zat de schutterij te lallen in de plaatselijke taverne en de hoofdman op de play. De hoofdman was Knuppeldik en de ganse schutterij liep er gek hetzelfde been. De hoofdman had altijd schik en de ganse schutterij. Maar het einde van de oorlog kwam eerder dan de vijand had verwacht. U god ze vol je never. Een laveloze vijand werd naar Spanje teruggebracht. De hertog was Knuppeldik en de ganse armee liet de grek hetzelfde been. De hertog had altijd schik en de ganse armee was de schutterij weer opgeheven. Het vak van herbergier werd zijn beroep. Elk jaar op 5 december stetenholde Spanjaard met zijn knecht weer op de stoep. De hoofdman was Knuppeldik en de ganse schutterij liep de grek hetzelfde pik. Schutterij